Annemieke Verfleuten die komt straks helemaal op de fiets vanuit Wageningen om haar eigen fietspad te openen. Hoe sta je hier met die plank? Nou, eigenlijk al heel lang vanaf vanochtend. Annemiek komt, hè? Wat komt Annemiek doen? Die komt hier een fietspad naar haar eigen naam openen. Dus dat is heel bijzonder. En waar kom je vandaan dan? Ik kom zelf uit Vleuten. Ah, dus je bent echt een Vleutenaar. Maar waar komt jouw liefde voor Annemiek vandaan? Nou, de liefde voor Annemiek, die is er wel, maar sportief gezien natuurlijk. Annemiek is topsporter. Bovenste plank. Beste van het beste op dit moment voor de Nederlandse wielrensport. Ja, daar kijk ik gewoon heel graag naar. Ik heb hem helemaal op hoor. Dus ja, jij wel. Heel goed. Annemieke, wat gaat er door je heen? Ja, super eervol om dit te zien. Ik moet zeggen, vooral wat ik het mooiste vind is dat mijn vader heeft altijd in de gemeente Utrecht gewerkt. En ik moet zeggen, hij zou onwijs trots zijn geweest dat hij nu zijn dochter een eigen pad heeft in Vleuten, waar ik ben geboren. Dus dat is voor mij wel speciaal vandaag. Ik zag je net helemaal alleen aankomen fietsen, helemaal vanuit Wageningen. Hoe was de rit? Nou, ik heb een fietsmaat meegenomen. Dus we hebben wat blokjes gedaan, 6x6 minuten, daar van Tourclub Wageningen. We hebben ook al flink getraind. Dus over de Lekdijk hierheen gescheurd. En net nog even een koffietje gedronken. En gecombineerd met een trainingsrit. De trainen moet ook doorgaan. Maar ik begrijp, dit is jouw laatste jaar. Het is 22-11-22, best een mooie datum. Misschien had je nu ook kunnen stoppen. Nou ja, ik ben nu wereldkampioen en ik mag het hele jaar nog aan. Dus daar wil ik een heel jaar nog vol van genieten. Dus nu stoppen zou heel erg zonde zijn. Wat voor een dag is het vandaag? Een feestdag, want we hebben het Annemiek van Vleutenpad officieel geopend. En Annemiek heeft dat zelf gedaan en dat is natuurlijk hartstikke leuk. En hoe belangrijk is dit voor de gemeente Utrecht? Nou, ik denk dat het toch altijd mooi is om je sporthelden echt te eren. En we hebben er een aantal, maar deze is heel bijzonder. Want zij heeft een prestatie geleverd die geen man in ieder geval haar ooit heeft nagedaan. Maar het is nu 2 uur en je staat hier dus al uren een beetje te bibberen. Ja, ik sta te bibberen, ja. Nou, ik was op de fiets. Ik was zelf een rondje fietsen. En ik hoorde eigenlijk vanochtend pas dat dit zou gaan gebeuren. Dus toen heb ik een van mijn shirts gepakt. Het is vandaag een hele bijzondere dag eigenlijk ook. Het is 22-11-22. Dus ik vraag me eigenlijk af waarom Annemieke vandaag niet mee stopt. Waarom ze nog doorgaat. Het is zo'n mooie dag om te stoppen. Toen dacht ik, ja, ik moet het doen. Ik maak een shirt en ik ga ontmoeten. Maar wat is nou de bedoeling van die plank? Op die plank zit mijn shirt en ik wil gewoon een handtekening. Dat is logisch. Ik wil het gesigneerd hebben. Wat heb jij met het Annemiek van Vleutenpad? Nou, ik vind het te gek dat het er is. Ik heb in de tijd op social media een beetje aangezwengeld. Hoe kan het zijn dat deze grote sportheld nog geen plek heeft in Utrecht? Een plein, een weg, een straat. En nu is er een fietspad. En dat is uiteindelijk opgepikt door de gemeenteraad en verworden tot dit fietspad. Dus ik ben heel blij, ja. Ja, ik wou net vragen, hoe blij ben je? Ja, te gek. Ik vind het super belangrijk dat we onze sporthelden eren. En met name Annemiek is zo'n grote in haar sport, als vrouwensport niet alleen. Maar het laat ook zien waar je met talent en doorzettingsvermogen kunt komen. Voor iedereen, ook of je nou topsporter bent of niet. En ja, dat moet je eren. Daar moet je bewust van zijn in de samenleving. En dat moet mensen inspireren. En dat doet dit, ja.